agenda van ADO Den Haag op de derde dag aan de Zeeuwse kust bleek het beste betitelen als overvol. Vertrouwd, de ochtendtraining. Op het fietsje erheen, op het trainingsveld, dat er letterlijk 100 keer beter uitzag dan het veld. Waarop de selectie van Fons Groenendijk een uurtje of 13 eerder een 2-0 overwinning boekte op WAS. In die prettige omgeving kon er dus hard worden gewerkt. Fysiek trainer John Nieuwenburg liet de zweep weer stevig knallen. Een uitgebreide, maar stevige warming-up. En in de oefening die Groenendijk zelf vervolgens had bedacht, speelde de bal slechts een bijrol. Het is een voetbalvariant van tikkertje, maar wel met ingewikkelde regels en vragen om de volledige concentratie, inzicht en inzet van de selectie. Na wat afronden en spelhervattingen zat de ochtendtraining erop en in het hotel stond Christian Baksel op de selectie te wachten. Lid van het Nationale Scheidsrechterskorps en naar Zeeland afgereisd om de Haagse selectie bij te praten over de veranderingen voor dit seizoen. De VAR, veel besproken tijdens het WK, kreeg ook volle aandacht tijdens deze presentatie. Een goed en zeer interactieve middag die na een uur met volle tevredenheid door een ieder kon worden afgesloten. De selectie ging terug naar de kamers. De staf bleef echter nog even in de presentatiezaal zitten. Want de Belg Kobi Houtmeijers mocht op zijn verjaardag een indrukwekkend verhaal houden over het monitoren van belasting van de spelers. En ook in de middag kon nog één keer de fiets van de slot worden gehaald. En de hartslagmeter om worden gedaan. Want er moest nog even een middagtraining worden afgewerkt. Scherp werd er getraind en op conditie. Hard gewerkt dus. Het was een leuke dag in Renesse. Want alles ziet er immers mooier uit als de zon schijnt.